Ik ben vandaag in het Haagse stadsdeel Laak en wat je hier zo achter mij ziet plaatsvinden. Dit is een streetsportactiviteit wat georganiseerd wordt door WSDH. Deze organisatie is op sportief vlak bijzonder actief. En die meneer, Oskan. Hoi. Die ga ik zo even lenen. Oskan, yes. Kun je vertellen wat jouw stichting nu eigenlijk allemaal doet? We versterken sportverenigingen. We bieden na schoolse sportactiviteiten. We geven sportactiviteiten op pleinen en bieden we de wijk de gelegenheid om te sporten eigenlijk. Juist. En hoe ziet jouw rol eruit? Kinderen die vrij zijn, die komen bij ons sporten. We hebben een heel goede samenwerking met basisscholen. Wat we vooral ook ons focussen is voor de kids die wat minder sporten vanuit zichzelf. En daardoor de drempel ook verlagen dat ze ook naar een vereniging makkelijk kunnen kennis maken met sporten. Vanuit streetsport bieden we ook laagdrempelige activiteiten. Zodat de wijk kennis maakt met sporten of het plezier hebben. En wat zie je dan gebeuren met de kids? Heel veel. Vooral het pleziergedeelte. Dat ze naar hun zin hebben. En als ze naar huis gaan, dat ze een high five geven. Dat ze een topdag hebben gehad. Ja. Zou jij deze bal door kunnen trappen naar Genie? Tuurlijk. Ga ik daar even heen. Genie, jij bent sportcoördinator. Ja. Op welk moment komt iemand zoals jij nou om de hoek kijken bij een vereniging? Nou, als een vereniging ondersteuning nodig heeft, dan kunnen ze bij ons een aanvraag indienen. Ja. En dan kunnen wij ze wellicht ondersteunen. En over wat voor een soort onderwerpen kunnen de vraagstukken gaan? Over kader, leden, maatschappelijk verantwoord verenigen, positieve sportcultuur en vrijwilligers. Kijk, ja, en hoe ziet die samenwerking er dan vervolgens uit? Nou ja, uiteindelijk is het zaak dat wij hier op de club komen en samen met de mensen van de club, dus de vrijwilligers, mensen in het bestuur, de trainers, dat hun vraagstukken goed worden behandeld. En uiteindelijk is het natuurlijk ook zaak dat als wij hier weg zijn, dat zij het dan zonder ons ook kunnen. Zullen wij even een balletje trappen? Ja, bij jouw vereniging? Ja. Zal ik keepen? Ja.